Amerikanen zijn gek op het geven van tips. Voor je dus. Het is bijna een nationale hobby. Laat je even een lijst zien met diensten waarbij je eigenlijk verplicht bent om te tippen. Hoewel, dat lijkt binnenkort te veranderen. In een referendum hebben kiezers in Washington ervoor gekozen het fooiensysteem in restaurants op te heffen. Het huidige systeem? Obers verdienen maar zo'n $3 per uur. Maar ze mogen alle fooien houden. En dat loopt snel op, met zo'n 20% per rekening. Het nieuwe systeem? Obers krijgen een minimumloon van $15 per uur. Maar fooien zijn niet meer verplicht. Er is nogal veel weerstand. Zo zijn alle politici tegen. Waarschuwen restauranteigenaren dat de prijzen omhoog zullen gaan, want ja, hogere loonkosten. En ook veel obers zijn tegen het plan. Zij zijn bang dat ze zonder fooien uiteindelijk minder zullen verdienen. If you're just making minimum wage or making a salary, there's no incentive to perform better when it's busy. That's the great thing about our system is, if you're busting your ass and you're selling more and making more money, then that is directly related at the end of the day with how much money you take home. So once prices go up, even if people are still going out, they will be going out less frequently, most likely. Like, if say I've got to get charged $13 for a beer, I'm going to maybe go out one time a week instead of two times. I think a lot of places are going to go out of business, or at least be significantly hurt. Toch zal de politiek iets moeten bedenken om de uitslag van het referendum te respecteren. De kans dat fooien helemaal verdwijnen, die lijkt klein. En we komen vanuit Washington, dat is weer Weekblad. Super bedankt voor het kijken. Wil je alle video's vanuit Amerika zien? Abonneer dan ook op ons YouTube-kanaal.